Welkom bij Tatoeboe. Ik ben Deborah, een van de piersters. Ilse piers bij ons en Erik en ik. Soms Mark, soms Ralf. Met z'n allen. Dit stukje gaat heel even over het piersen. Wanneer je een piercing zet, let altijd op waar ga ik het doen. Ziet het er schoon uit? Voldoet de zaak aan de hygiënerichtlijnen? Je gaat hem zetten met titanium ofwel 18 karaat goud. Het is heel belangrijk. Bij ons krijg je een vloeistof mee, een schoonmaakvloeistof. Die gebruik je 2 keer per dag, gedurende 3-4 weken. Heel belangrijk om het goed schoon te houden. Je handen moeten altijd schoon zijn voordat je aan de piercing zit. Eigenlijk is het bij ons zo, heb je ergens last van, kom terug. Wij vinden het ook wel eens leuk om iets te gaan vertellen. Wat voor soort piercings kun je allemaal zetten? Het oor. Het oor is echt super hip, laten we het zo zeggen. Een helix, een tragus, een conch, alles kun je zetten. Wij dachten, we gaan gewoon eigenlijk iedere keer een klein stukje vertellen over een bepaalde piercing. Straks komt of Ilse of Erik, iemand anders, en die gaat wat vertellen. Wat zullen we doen? Over de helix.